Dat is helemaal geen probleem, dus er is helemaal geen weg nodig. Het tweede is van, ja, als ze dan deze weg aan willen leggen, dan gaat het je niet helpen, want het Julianaplein is gewoon de bottleneck, dus ja, het verkeer kan er niet af. En het derde van het drieluik is van, als je dan vindt dat die weg nodig is en je wil per se deze weg aanleggen, dan is het een gedrocht. Hoe lang speelt dat verhaal? Ja, het is de kerstenbaan. Ik maak me geen zorgen om de pontlijn voor de goede orde, want anders denken mensen, we hebben het over met elkaar. De pontlijn die gaat rustig door. Dat is een weg, dat is een eenbaan spoortje. En daar 4 keer per dag gaat er een treintje over in boemel, boemel, boemel. 2 keer voorheen met auto's en 2 keer terug naar Pontlijn Leusden. En daarnaast wil men een weg aanleggen die van de A28 gaat naar het Centraal Stadsgebied. En in 1999 zijn ze ermee begonnen met te denken, nou ja, u zei zelf al van, eigenlijk al 30 jaar geleden zijn ze ermee begonnen, maar in 1999 werd het wat serieuzer. En toen zijn ze met heel veel krakeel en heel veel buurtbewoners die boos waren, geëmotioneerd, hebben gezegd van, nou, dat moet allemaal niet komen, het is belachelijk. Uiteindelijk drukt zo'n gemeente dat dan door, want het is het algemeen belang en je moet eigenlijk niet luisteren naar het individuele belang, het algemeen belang gaat voor. In 1999 zeiden ze, we gaan het Centraal Stadsgebied bouwen. Nou, kijk maar, daar staan nu allemaal grote kantoren. Sommige zijn er van leeg, maar de andere, Campina Friesland, is goed bezet. En toen zeiden ze, van, als we nu gaan bouwen, dan hebben we dadelijk geen files. En we hebben als verenigingen, maken een stapje, we hebben een vereniging opgericht met het motto van, hij komt er niet, de kerstboom komt er niet of hij komt er perfect. Maar toen de tijd dachten we ook van, ja, als er niks gebeurt, dan hebben we dadelijk files. Dat willen we ook niet. Nee. Maar we zijn ondertussen 14 jaar verder. En er staan nog steeds geen files. Nee. En het Centraal Stadsgebied is wel afgebouwd. Dus alles staat er en er zijn geen files. Dus er is gewoon geen probleem. Het is een oplossing voor een probleem wat er niet is. En ik kom altijd wel een paar mensen tegen hoor, die mij dan kennen en zeggen, ja, maar ik sta daar 's morgens vast. Maar dan moet je ook kijken, dan moet je echt de kaart van Amersfoort erbij pakken. Dan zie je dat op bepaalde plekken wordt het verkeer tegengehouden. Hè? Utrechtse weg, daar kan je het centrum niet in, het laatste stukje. Nee. Terwijl natuurlijk een oplossing voor 50.000 euro heb je dat weer 2 richtingsverkeer gemaakt. Ja. En heb je een keurige weg die in en uit de stad gaat. Ja. En zo zijn er meer voorbeelden te verzinnen waar het gewoon niet goed functioneert. Uiteindelijk zeggen ze dan van, ja, maar die kerstenbaan gaan we het oplossen, dus het hoeft niet. Maar dat is natuurlijk een beetje een verkeerde redenering. En hetzelfde geldt een beetje voor hier bij de Rotonde van Roethoff. Ik woon hier vlakbij het bekende punt waar het lekkerste ijs van Amersfoort te koop is. Even reclame maken. En daar zeggen ze ook van, ja, daar staat het regelmatig vast op de Evert Meisterweg, op de Gasthuislaan. Maar het gekke is, dat is dus het verkeer wat dwars staat op de kersenbaan. Dus als de kersenbaan van noord naar zuid loopt, dan staat het nu vast op van oost naar west. Dus dat los je niet op met een kersenbaan, dat los je op met een goede rotonde. Ja, dat is lastig omdat je natuurlijk op het moment dat je het niet met iets eens bent, dan zie je snel dat de nut- en noodzaakdiscussie ontstaat. Dat is natuurlijk met alles waarin je een verandering aanbrengt op de bestaande situatie. Vanuit hun optiek snap ik een dergelijke handelwijze. Aan de andere kant, de Raad heeft in maart 2011 het bestemmingsplan ook goedgekeurd en op die manier is er natuurlijk ook wel nagekeken, inclusief de democratische legitimatie van het besluit. Er staat zo'n gemeente bij de Raad van State en dan zeggen ze doodleuk van ja, maar het Centraal Stadsgebied is nodig. Dan zeg ik van ja, maar dat is toch volgebouwd? Ze zeggen nee hoor, we zijn nog volop aan het bouwen. Ja. En dan bedoelen ze het Centraal Stadsgebied boven het spoor, bij de bioscoop, bij het Eénplein. Ja, maar daar is de kersenbaan niet voor. Nee. Dus het is, en dat kan je natuurlijk een Raad van State weer bijna niet uitleggen, dat het Centraal Stadsgebied een doorsnijding heeft. Met het spoor. Ja.
Het is moeilijk om dat elke keer meer helder te maken, elke keer weer met juridische mensen dat voor het voetlicht te krijgen. Volgens mij hebben we destijds iets van 41 varianten doorgeakkerd. En is uiteindelijk door de gemeenteraad variant nummer 42 gekozen. Ik kan niet zeggen dat er in dat voortraject heel snel gekeken is naar hoe moeten we het doen. En zijn de problemen wel serieus genoeg om het aan te pakken. Met name ten aanzien van datgene wat in de Roethof plaatsvindt. Is zeer intensief gekeken, maar ook naar alle andere onderdelen. En het is mede ook de reden om in het coalitieakkoord dat nog als passage op te nemen. We willen hem uitvoeren, dus ook daar weer een besluit over genomen. Maar hij moet wel binnen budget passen. Dus. Ja, het is van de zotte ook dat je dus ook al die deskundigheid moet je ook zelf vergaren. Nou, gelukkig, dat vind ik wel weer aardig verhaal en dat kan ik echt iedereen aanbevelen. Als je om je heen een goede vereniging organiseert, dan trekt dat ook mensen aan. Dus er hebben zich mensen bij ons gemeld die gewoon verkeersdeskundigen zijn. Die toevallig in Amersfoort wonen of stedenbouwkundig zijn en in Amersfoort wonen of milieudeskundig zijn. Dus we hebben... Op onze website kan je echt hele dikke rapporten zien. Ja. Met echt statistische informatie, met tabellen enzovoort. Allemaal door deskundigen opgezet. Ja. Ja. En daar was de gemeente wel een beetje van geschrokken. In de zin van, de deskundigen zeggen ook altijd, ook de juristen die ons geholpen hebben. Als een gemeente dit per se door wil zetten, dan winnen ze het altijd. Want ze passen gewoon elke keer de plannen aan. En op een gegeven moment, of de burgers zijn murf. Ja. Want ja, ik heb gewoon een baan daarnaast. Ik moet het maar even erbij doen. Ja. Terwijl zij het fulltime kunnen doen. En ze hebben natuurlijk ook wat meer middelen financieel om het allemaal te betalen. Ja, dus wat we hier gedaan hebben is dat we ook gekeken, ook wel een tip voor mensen is, een rechtsbijstandsverzekering is niet zo slecht, want op dit moment heeft het ons geholpen. Nou, er zijn een aantal momenten geweest waarop een heroverweging heeft plaatsgehad. We hebben natuurlijk een tussenbalans gehad waarin we vanuit de bezuiniging hebben gekeken, wat moet dat nog doen? Toen is besloten om het te blijven doen. Het college is gevallen, het nieuwe coalitieakkoord is gesmeed. En ook op dat moment is weer in heroverweging genomen om het wel mee te nemen. Ja, ik kan niet zeggen dat er geen heroverwegingsmomenten zijn geweest om de zaak al dan niet uit te voeren. En hun zorg over nieuwe aanstaande overschrijdingen terecht of ten onrechte? Nou, we hebben natuurlijk wel naar gekeken, mede naar aanleiding van de berekeningen die gemaakt zijn. Maar dat is precies de reden dat we het en door DAV en door een onafhankelijke kostencalculatiebureau hebben nagerekend. Ook dat aspect. En de opdracht voor mij is helder. Niet boven het budget. Dus op het moment dat de aanbestedingen binnenkomen, dus datgene wat ik net heb gezegd, als blijkt dat dat niet binnen budget haalbaar is, dan zal er versoberd moeten worden. En is het met goed fatsoen niet te versoberen, dan houdt het wel op. Maar ik verwacht met alle calculaties die er gemaakt zijn, dat we daar wel uitkomen. De hoorzitting bij de Raad van State, Wim Deetman was een van die rechters, vroeg Wim Deetman letterlijk van, goh, de mensen zeggen hier, de burgers, dat al het verkeer komt dan op die kessenbaan, maar moet dan er vanaf? Waar moet er vanaf? Bij het Julianapleintje. En ze zeggen dat het Julianaplein het niet aan kan. Wat vindt u, gemeente? En toen hebben die ambtenaren gezegd, nee, dat kan inderdaad niet. Die moeten we verbouwen. Er komt een turbo-rotonde. Nou, ik sprong onmiddellijk op. Ik zei, nou, het heeft 10 jaar geduurd voordat jullie dit nou eindelijk toegeven. Turbo-rotonde, past die dan? En zit die dan in de begroting? Enzovoort. Nou, daar kreeg ik geen antwoord op de plekken. En nu zegt dus de gemeente doodleuk. Nu ze dus gewonnen hebben. Nee, die turbo-rotonde gaan we pas in 2020 doen. Maar je moet maar eens opname maken. Als je daar ziet, er komen daar 20.000 auto's, die kessenbaan, in. Die moeten dan, en die kunnen nergens er vanaf. Dus ze kunnen pas bij Julianaplein eraf, kunnen niet rechtdoor, kunnen niet linksaf, maar dat gaat niet naar het centrum. Dus als ze naar het centrum willen, moeten 20.000 auto's over Julianapleintje in. Dat kan helemaal niet. Nee. Dus we hebben gezegd van, dat is ook weer, ik geloof 3 of 4 miljoen. Dus wij kwamen tot een 18 miljoen overschrijding. Ja. En 2 weken geleden kreeg ik een briefje van de wethouder. Die zei van, nou, we hebben het laten uitzoeken, extern. En het blijkt dat het nog keurig binnen het budget past. Maar we kunnen jullie cijfers niet geven, want dat is geheim. Oké. En waarom is het geheim? Ja, ik denk omdat ze dan... De aanbestedingen moeten... Ze zeggen dat we bij aanbesteding enzovoort. Maar ik vind het dus niet netjes, want als we al 10 jaar met elkaar aan het knokken zijn,
Dan had je best tegen mij kunnen zeggen, goh, maar kom even kijken, Stubé, wat dat nou precies betekent. En, en ik begrijp het gewoon echt niet. Nee. Wij rekenen 18 miljoen extra en hij zegt doodleuk, het kan voor nul extra. Omdat er in het coalitieakkoord is afgesproken dat datgene wat we aan geld hebben, ook het maximale is wat er uitgegeven mag worden. Wat de berekeningen nu laten zien is dat dat kan. En we zijn nu in een fase waarin we aannemers gaan uitnodigen om, om daarop ook te gaan inschrijven. En of het kan, dat blijkt pas op het moment dat iedereen op een gegeven moment zijn inschrijving heeft gedaan. De Kersenbaan die wordt echt een fiasco, een debakel, een financieel debakel, want het veel malen duurder is dan het Eemhuis. Alleen dan moet je dus niet allerlei dingen stukken weghalen. Als je zegt, bijvoorbeeld Julianapleintje, wat je dus nodig hebt om het af te wikkelen. En dan zeg je plots, nee, dat is een ander budget. Ja, dat soort trucken, dat vind ik een beetje creatief boekhouden. Dus dat vind ik niet netjes. Nee. Ik denk gewoon dat de waarheid komt toch aan het licht. Ja. Dus die wethouders moeten vrezen voor een baantje. Over een jaar hebben we verkiezingen. Nu over een jaar hebben we verkiezingen. Nou, laat ze maar eens aantonen dat het echt voor die 25 miljoen kan.